bijna zeggen dat je in Vlaanderen toch wel een grootheid bent. En in Nederland is het eerste stapje gezet. De allereerste zelfs. Het was, ik moet eerlijk toegeven, ik was heel nerveus van de morgen toen ik voor mijn spiegel stond. Ja, ik vind het geweldig om te doen uiteindelijk. Ja, België, Nederland, het is op zich een kleine stap, want we spreken toch allemaal dezelfde taal. Ik vind het heel, heel spannend om te doen. De mensen hebben heel tof en heel leuk gereageerd, dus ik vond het echt geweldig. Je eerste single hier in Nederland is uit, hoe heet die? Dan gaan we dansen. Ja, was mijn vorige zomersingle in Vlaanderen. En we vonden dat eigenlijk een goede opener, om het zo te zeggen. Ja. Ja, we zijn nu eigenlijk onze veroveringstocht langzaam begonnen. Ik zeg altijd baby steps, gewoon stapje per stapje. En uiteindelijk raak je dan hopelijk toch wel ergens. We proberen altijd om voor kwaliteit te streven. Is dat muzikaal, is dat qua videoclips? Dat is toch wel heel belangrijk. Ja, ik ben singer-songwriter / producer er nog bij. Dus ik heb heel veel dingen zelf in handen. En als het voor mezelf... Als ik niet het gevoel heb van, hey, we zijn er, dan doe ik er ook nog niks mee. Dan blijf ik eraan werken totdat ik het gevoel heb van, nu kunnen we ermee naar buiten komen. Maar het is een heel leuk avontuur. En ik hoop dat we elkaar meer gaan tegenkomen. Dat is heel hard werken, maar dat is heel leuk om te doen. Want uiteindelijk als artiest, wat is het belangrijkste? Mensen entertainen, mensen gelukkig maken en ja... Dat is, als je dan uiteindelijk op het einde van de avond in je wagen naar huis zit, is dat het gevoel waarmee je naar huis wilt gaan. Mijn goed gevoel van, het was leuk, het was fijn en dan slaap je heel goed. Ja, dan over die gouden plaat in Nederland gesproken. Wanneer kunnen we hem erop gaan hangen? Wel, even checken. Ik denk, even naar Kiki kijken. Volgende maand. Ja, we gaan voor volgende maand. Ja, downloaden die song. Dan gaan we dansen.